Pernis realiseerde Anton IJzendoorn in de afgelopen maanden de complete renovatie van een dijkhuisje. Recentelijk werden de werkzaamheden afgerond en kon Anton terugkijken op een succesvol traject. Het pand werd casco opgeleverd en de tevreden bewoner gaat nu zelf aan de slag met het binnenwerk. Nou, toen ik hier kwam was het meer een bouwval. Alles wat aan bindlagen en houtconstructies op het dak waren gewoon allemaal zwaar verwaarloosd. Dat is gekomen, er heeft hier iemand ingewoond, die heeft zeg maar een jaar of 40 niks meer aan het huis gedaan. Nou, toen zijn we eerst de boel gaan stabiliseren met stempels om redelijk te kunnen lopen. Voordat we helemaal van boven naar beneden door de etages heen gaan, maar zo slecht was het. En daarna zijn we begonnen met het dak te gaan slopen. En daar hebben we daar nieuwe binten in gebracht. En vanaf die nieuwe binten zijn we een nieuw dakslot aan gaan brengen. Dus qua houtkapconstructie alles vernieuwd. En van daaruit zijn we de vloer erin gelegd met nieuwe vloerplaten. En zo zijn we systematisch naar beneden gezakt tot ander begaande grond. In het dak zelf hebben we dus een nieuwe dakkapel gemaakt om dat wat meer licht te creëren. We hebben nog twee dakvensters erboven gezet om dus precies goed in de kap veel licht te hebben. Want het bovenste is eigenlijk een stuk zolder. Maar ja, daar zat ook geen verlichting in, dus daar hebben we dus twee Felix dakramen ingemaakt tot ze toch goede lichtinval hebben. En op die etage eronder zijn we met een kapel begonnen. En aan de achterzijde zitten twee geblindeerde ramen van melkglas. Omdat de mensen die dan langs de straat lopen, die kijken eigenlijk bij hun op de tafel. In het aanvankelijke bouwval werden vrijwel alle essentiële delen van de constructie vervangen en verstevigd. En dat was ook wel nodig om te zorgen dat het geheel weer stabiel werd en weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Wat er nu gemaakt is wel. Alle binten en spanten die zijn zo ver gemaakt dat het gewoon nu helemaal stabiel is. En er is een nieuwe staalconstructie ingebracht. En die houdt dus de hele geboel weer tegen wat er bovenop komt te staan. Aan de dijkkant staat nog een gemetselde muur. En daar hebben wij het nieuwe hout op gemaakt en vandaar hebben we de spanten weer op laten rusten. Er ligt hier een H24 in met een twee staanders naar beneden doorgelegd in de fundering. En daar is dus weer de betonvloer overheen gegaan. Het huis werd alleen casco verbouwd, dus nadat de funderingen waren aangepast is er beton gestort. Als straks de bewoner zelf de leidingen heeft neergelegd, komt er nog een zand-cementvloer overheen voor de afwerking en kan daar bovenop de vloerbedekking. Maar dat komt later, in deze verbouwing ging het primair om de constructie. Hij staat nog gedeeltelijk op de oude fundering, dus, maar we hebben in principe de staalconstructie zo gemaakt dat het berekend is op de zwaarte van het dak. Het voorste gedeelte hebben we een fundering gegraven. En daar hebben we dus een funderingsbalk in gemaakt en daaroverheen is de vloer gestort. En vandaaruit zijn we dus begonnen met de uitbouw te gaan maken. En die is dus inderdaad van lichtmateriaal gemaakt, van hout. En buiten zijn de kunststof delen opgeschroefd. Die uitbouw aan de voorkant werd van hout en kunststof gemaakt, omdat er gewerkt moest worden met lichtmateriaal. Voor de constructie, want er mag hier niet geheid worden.
Dus dan moet je zo licht mogelijk constructie nemen. Dus vandaar we dus daar hout voor genomen hebben. Dat is afdoende voordat het lekker dicht zit. Hij is 3 meter naar voren uitgebouwd en hij is bijna 6,75 meter breed. Nou ja, er zijn overal dus nieuwe kozijnen ingegaan. Zowel aan de zijgevel als aan de voorgevel. We hebben een kunststof kozijnen gekozen omdat het dus minder onderhoud vergt. En in overleg met de opdrachtgever die wel graag kunststof kozijnen hebben. Dus ons maakt het in principe niet uit of we hout kozijnen plaatsen of kunststof kozijnen plaatsen. Maar ja, het is wat de opdrachtgever wil. We hebben dus voor het buitengebeuren hebben we dus gekozen voor hout ook. Omdat de zijgevel en de voorgevel die zaten al in kunststofplaten. En dit is dus Zweedse rubberhout, dus dat is dus ook bewerkt en dat verslijt je ook in je hele leven niet meer. Dus daarom hebben we nog gekozen ook voor die kleur, want verder is wordt het hele pand buiten weer in die kleur gezet. En het hout aan de voorkant is voorzien van een speciale coating. Ook de zijkanten van het huis hadden die kunststoflaag, al was dat ooit in het verleden gedaan met een ouder type. Deze lijn is voortgezet aan de voorkant in de nieuwe uitbouw. De buitenkant is van kunststof. Tenminste, dat is een bewerkt gedeelte. En vandaar is het dus niet waterdicht eigenlijk gemaakt aan de buitenzijde. De binnenkant is van echt hard hout. En de buitenkant daar zit een laagje overheen. Dat is eigenlijk een soort kunststof. En voor het dak werd gekozen voor ouderwets degelijk lood- en zinkwerk. Ja, nee, maar dat zijn allemaal, de aansluitingen zijn allemaal van lood gemaakt. En de loodgieter heeft daarover een zink- en deklijst gemaakt. Dan is het op zeker helemaal waterdicht. We hebben voor ouderwets werk gekozen en vandaar dat we dit gemaakt hebben. Het hoort bij het pand. De schoorsteen zijn verdwenen en aan de andere kant zit dan boven op de zolder komt de cv-ketel. Wij hebben dus wel de dakdoorvoering gemaakt. Is tot de man dadelijk zo zijn ketel aan kan sluiten en dan is hij verder klaar. Hij hoeft op het dak verder niks meer te doen. Al met al is het hele project behoudens wat oponthoud voor het weer best vlot verlopen. Nee, het viel op zich wel mee. We hebben alleen helaas in de beginperiode verschrikkelijk veel regen gehad. En dat houdt ontzettend op, want dan kan je gewoon niet verder. Zeker niet als alles open ligt en je moet alles weer dicht gaan maken met hout. Het wordt allemaal nat en het is allemaal vervelend werk. Dus het is eigenlijk jammer, want we hadden in principe 14 dagen eerder klaar geweest. Maar ja. Dat is all the game. We hebben niks te vertellen over Nederland. Het zijn toch de projecten waar Anton trots op is. En ook wel trots op kan zijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Anton IJzendoorn Onderhout.